Goedemorgen jongens, het is vandaag zover de première van Boys 7. Woehoe! Ik heb er zoveel zin in jongens, echt niet normaal. Ik ben even bezig met mijn make-up. Ik zal mijn camera zo neerzetten. Kunnen we een beetje zien? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Wacht. Ik hoop dat jullie me zo een beetje kunnen zien. Oh, blijf ik niet staan? Ja. Ik hoop dat jullie even staan. Ik ben even bezig met mijn make-up. Ik weet niet wat jullie nu precies in mijn hoofd zullen zien, maar ik ben me eigenlijk vast helemaal aan het opmaken voor vanavond. De kleding heb ik nog niet aan. Omdat ik denk van ja, ik moet toch nog naar school. En als dat mee gebeurt, vind ik het wel zonde. Even wat mascara op. Ik doe vandaag 2 verschillende mascara's op. In verband dat het ja, hopelijk gewoon wat beter blijft zitten. Ik heb dus onwijs veel zin in jongens. Echt niet normaal hoeveel. Wat ik net heel leuk vond, is een vriendin van mijn moeder belde al helemaal op van ja, heel veel plezier vanavond. En even, kijk hoor. Zoals jullie misschien kunnen zien, is Ashley ook al wakker. En ik zit er volop met dat ik klets. Ik zie er zo alweer, maar we halen erop in verband met dat we vanavond natuurlijk meenemen naar Amsterdam. Auw. Ik zat in mijn oog. Auw. Dat doet pijn. Ik heb nu geloof ik 3 lagen mascara op. Oh jongens, wat heb ik hier onwijs veel zin in zeg. Nou, alles is nu klaar. Hoe? Alles is nu klaar. Misschien kwam ik het dan. Alleen zo even mijn tanden poetsen en dan mijn lippen doen. En ook die neem ik mee, denk ik. Ik heb geen spiegeltje bij, dus die zal ik even inzetten. Vind je het leuk jongens? Ik ben er blij mee. Ik vind het wel een beetje raar om deze make-up te krijgen naar school, want dat doe ik eigenlijk nooit. En dit wordt de outfit voor vanavond jongens. Een bruin leer jasje en dan een zwarte truitje met lange mouwen onder. Ik wilde eerst dit aan doen. Waar is die? Hier. Ik wilde eerst mijn jurkje aan doen. Maar dat ging ik toch op zich wel een beetje betwijfelen. Dus ik weet het nog niet heel zeker. Ja, ik kijk wel wat ik ga doen vandaag. Vraag mijn moeder zo ook even om advies wat zij leuk vindt. En Ash om opties te scherpen. Ik heb nu eventjes gewoon, ja, ik noem het een Elfie outfit. Omdat Elfie het ook al vaak aan heeft. Gewoon een blauwe trui. Ik heb precies zelf als Elfie. Zwarte broek en dan gaan gewoon mijn hakschoenen van zonder. En mijn sorry about my hair doe ik zo op. Ja, die moet ik natuurlijk wel bij hebben. Dus ja jongens, ik ga nu eventjes mijn schoenen aandoen. En ja, dan naar beneden om wat te gaan eten denk ik. Oh, ik heb er zoveel zin in. Yay! Maar nu voor het vandaag een onwijs leuke dag. En ik hoop dat jullie dat allemaal leuk gaan vinden. Tot straks jongens. Nou jongens, net bij de subweg geweest, als jullie kunnen zien. En nu onderweg naar school toe. Even wat eten gehad voor vanavond. En ja, dan vanmiddag rond 1:00 of 3:00, 4:00 vertrekken.
naar Amsterdam voor de première van Boy 7. Boy 7. Oh, daar moet ik echt aan gaan wennen. Ja, nu onderweg naar de auto en dan naar school. Dus tot straks, jongens. Hey jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik helemaal klaar. En ja, dus zometeen onderweg naar Amsterdam voor de première. Dus ja, ik heb er onwijs veel zin in. We hebben er onwijs veel zin in. En ja. En ja, ik zie jullie zo jongens in de auto. Nou jongens, het is... We gaan nu onderweg met de auto naar... Naar Amsterdam. Schrijf ze maar gewoon in. Deze kant, ik ga wel aan de andere kant. Dus ja, het is nu op naar Amsterdam. Met de chauffeur. Tot zo jongens. We zijn nu onderweg in de auto, jongens, als jullie kunnen zien. Met een lekker suppeebroodje. Ja, wacht tot we in Amsterdam komen. Van Noord. Huh? Zo druk. Ik zei dat er een supermarkt naast zat. Ik wist het. Google Maps. We zijn er jongens. Woehoe. Yay. Kijk jongens. We zijn er. Van Noord. Huh? Zo druk. Ik zei dat er een supermarkt naast zat. Ik wist het. Google Maps. We zijn er jongens. Woehoe! Yay! Kijk jongens, we zijn er van het Noord. Huh? Zo druk. Ik zei dat er een supermarkt naast zat, ik wist het. Google Maps. We zijn er jongens! Woehoe! Yay! Kijk jongens, we zijn er van het Noord. Huh? Zo druk. Ik zei dat er een supermarkt naast zat, ik wist het. Google Maps. Sorry. Dat is een rest bij de taal. Hallo, we komen voor de voorpremière van Boy 7. Oké, mag nu ook rest bij de tafel plaatsnemen? Oké. We zijn er jongens. Zoals jullie kunnen zien, zijn we als allereerste hier in de zaal. En ja, we zitten helemaal vooraan. Super vet. Echt super awesome. Awesome. Super grappig. Ja, zo'n kokas. Ja.
Hallo? Lekker bezig. Goedenavond allemaal. Hoi. Even ten eerste, ja, ik heb het even gemist, volgens mij heb ik collega toch van, maar hoe vond jullie de film? Super. Niet allemaal tegelijk. Er zijn heel veel mensen die, van jullie die het boek hebben gelezen. Dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd, ja, of het aan de verwachting voldeed. Zijn er al vragen vanuit het publiek voor de jongens? Je weet dat degene met de originele spraak van hun poster signeert. En Matthijs die kiest er eentje uit en Uniek. Dus kom op jongens. Ja, ik kies er een uit. Ja, jij daarboven. Ja, ja, ja. Als je zeg maar opgepakt zou worden om naar het internaat toe te gaan, welk soort talent zou jij dan hebben waar zij gebruik van zou kunnen maken? Vraag je naar allebei de jongens? Ja. Ja. Dat vind ik wel best een goede vraag hoor. Je legt de lat hoog nu, hè? Nee, heel onbekend. Een beetje saaie serie ook. En James Bond hebben zij ook gedaan. Dat was wel te gek om die twee gasten te ontmoeten. En ze waren ook heel goed. Ze hebben alle stunts heel goed begeleid. Het abseilen, het vechten. Dat is heel jammer. Er zit nog een vechtscène tussen Yannick en mij. Die was best wel cool, maar die is eruit. Ik wil hem best laten zien een keer, maar ik moet hem eerst vinden. Je moet voordoen. Weet jij die nog? Nee, ik zou het echt niet weten. We hebben Kaspar en Gezen nog. Dus zo een beetje voorbereid, ook met hun veel gevochten. Ja. Ja, het was een mix, toch? Mix martial arts, gewoon een beetje kickboksen, een beetje judo, een beetje aikido, van alles wat eigenlijk. Ja, maar waar wel heel bewust voor is gekozen is om de regisseur, Laurens Blok, die wilde een vechtstijl waarbij je zo snel mogelijk iemand kan uitschakelen. Dus niet zonder een soort van, slechte kung fu of goede kung fu dingen met heel veel versieringen en sprongetjes. Maar gewoon hoe kan je zo snel mogelijk met een lepel bijvoorbeeld of een pen iemand uitschakelen. En dat is een soort van Israëlische Krachmara. Echt? Ah, ja. Oh, nou dat was het, denk ik. Ja. Tenminste, jij bent de expert, maar... Dat wilde we weten. Oh, sorry. Ja, waarschijnlijk kun je hun dus gewoon uitgaan. Jezus, zeg dat. Ja, stel die vraag dan simpel. Moet daar een poster oké. Okay. Nee. Nee, er komen meer vragen. Links komen. Ik had ongeveer alle scènes, dus ja, ik vond toch eigenlijk de vechtscène heel gaaf. Dat vond ik heel tof. En ook de ontsnappingsscènes, want dat zie je normaal zelf in films. Dat voelde nogal epic om gewoon nu zelf zo'n ontsnappingsscène te mogen spelen en constant achter je kijken, komen ze al. Dat vond ik heel tof om te doen. Ja, ik vond de scène heel tof dat we die villa gaan... Of een soort van de, niet de premier, maar de minister van Veiligheid, dat we hem gaan aanvallen, zijn villa. Dat vond ik wel heel tof, dat we allemaal in zwarte pakken en bewakingscamera's uitschakelen en nekken omdraaien en honden doden. Dat was best tof, vond ik. Nee, dat vond ik wel een hele coole scène, omdat het daar ook heel hoog oploopt. Dus dat is een soort van de climax bijna van de film. Voel je zelf het boek of het film leuker? Ja,
Ik, jawel, zeker wel, heb ik het boek gelezen. Zeker wel. Wel pas na de film heb ik het boek gelezen. Omdat de vraag, nou ja. Eigenlijk, wat vonden jullie eigenlijk? Vonden jullie het jammer dat, want jullie hebben denk ik allemaal wel het boek gelezen, of niet? Ja, allemaal. Ja. Vonden jullie dat jammer, dat hij heel anders was? Nee? Jawel? Oh, ja. Oh. Ik vind het een gave film, maar ik had ook snap ik, ja. Er is wel gekozen voor dit, omdat het, dat boek is heel tof, maar omdat je helemaal in zijn hoofd zit, je leest al zijn gedachten van Sam, en ja, hier, dit is film, dus en ook dat liefdeslijntje was ook beter om erin te brengen. Ja, dus, ik heb dat niet allemaal geschreven hoor, maar het was wel, ik denk dat het wel beter is dat het aangepast is in ieder geval. Ben je uiteindelijk wel tevreden met het eindresultaat? Oh, ik vind het een hele gave film. Maar ik snap dat je dan moeilijk afstand kan doen van bepaalde dingen waar je dan... Ja, natuurlijk. Maar ik snap wel dat het boek soort van te beperkt was om het echt zo groot te maken. Ja. Ja, de film is wel iets epischer misschien. Ja, het is wel wat. Ja, ja, dat ook. Ja. Jij hebt ook nog een vraag. Jij komt er een vervolg op deze film. Zijn er ook meer boeken van? Ja, dat moet je aan de schrijfster vragen, denk ik. Er zijn nog niet meer boeken geschreven, maar we zijn wel heel hard aan het schreeuwen dat ze dat moet doen. Als jullie nou allemaal een brief schrijven. Precies, schrijf allemaal een mailtje en dan komt er ook een vervolg op de film. Als jullie allemaal vragen, hiervoor. Nou, wat vinden jullie zelf van Nederlandse science fiction films? Want echt heel veel films, Nederlandse films die gemaakt worden, gaan meestal over drama of romantische dingen, zoals Gooi's Vrouw, weet ik veel wat. Maar wat vinden jullie zelf ervan, van het science fiction? Nou, er zijn er niet zoveel. Dit is een van de eerste. Ja, ik vind dat heel cool. Ik ben er heel trots op. Ja, ik ook. En ik misschien wel goed om te zeggen wat de Tycho Gernand, zeg maar, die Zero speelt in de film, die zei, ja, tijdens het draaien voelde het niet eens echt alsof het science fiction is. Het speelt zich wel af in de toekomst, maar het zou net zo goed morgen kunnen gebeuren, bij wijze van spreken. Dus ik had niet echt het idee dat we helemaal in de toekomst zaten, bij wijze van spreken, weet je wel. Dus ja, dat eigenlijk. Ik vind het goed dat het er is, ja. Jij hebt voor het volgens mij ook nog vragen. Oh ja, waarom is het in het buitenland opgenomen? Ja, dat is één, is het in Nederland best lastig om, is het een soort van regeling in Hongarije dat je voor minder geld, het is daar goedkoper om te draaien, dit zijn allemaal de praktische dingen, het is goedkoper om te draaien en er is een soort van regeling dat je met de belasting, dat het, allemaal gelddingen waar ik helemaal niks van af weet, maar dat is een reden. En om de belangrijkste reden, die vind ik zelf, is dat ik kan deze film niet filmen, denk ik, in Nederland ergens. Omdat je dan steeds denkt, oh, dat is Amsterdam, oh, dat is Utrecht. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat de film zich afspeelt in een soort setting, een soort grijze, grauwe, rare setting die je niet echt kent en die een beetje onveilig is. En dat vind ik heel, dat is een hele grote reden geweest. Okay. Ja. Het is overigens in Hongarije opgenomen. Wat zei ik dan? Oh, heb je dat niet? Nee. Oh nee, ik dacht misschien Jack. Ik heb ergens anders over. Nee, niet. Nee. Niet? Oh, sorry. Ja, maar ik dacht het leek alsof. Ik heb ergens anders. Ik dacht misschien in het Bulgarije. Ja, dat is wel. Ja, sorry. Jij hebt nog een heel lange vraag volgens mij. Hoe is die scène dat je die chip uit je hebt gehad? Ja, had ik een hele grote wond daarna. Nee, niet. Ja, ze hebben altijd gezegd, nee, dat is een, ook een Hongaarse man, die ook weer op allemaal soort van internationale dingen zat, die maakte onze, dat heet een prothese, ja, je weet waarschijnlijk wel wat het is, of niet, maar dat is een soort stuk nek eigenlijk, en die zet ze dan erop, en dan kan ik daarin wrikken met een mes. En de dagen daarna was best wel pijn aan mijn nek, omdat er allemaal een soort van krassen en wonden in zaten, omdat ik bronkelijk, een beetje echt, niet een wond, maar wel krassen, ja. Dus zo, en met veel nepbloed, heel veel nepbloed. Dus ook,
Is er nog een vraag? Hier. Ja, mij sprak voornamelijk ook heel erg de muziek aan. Ik weet niet of jullie dat weten ook, maar komt de soundtrack ook nog ergens beschikbaar? Of is dat... Je bedoelt ook het liedje uit de trailer? Ja. Ja, want ik weet, we zijn daarmee bezig. Het is heel grappig, eigenlijk de editor die heeft dat zelf helemaal in elkaar gezet. We zijn nu aan het kijken of we dat liedje kunnen clearen en op iTunes kunnen krijgen. Maar dat, ja, daar zijn we dus mee bezig. Dus we proberen het wel, want we krijgen heel veel enthousiaste reacties van mensen. Ja, wie het is en dat ze het liedje willen hebben. Dus ja, hopelijk komt dat goed. Ik vind de muziek ook heel goed. Ja, trouwens. Het is echt een goede sound engineer. Yeah. Ja. Daarnaast. Ja, dat was wel even zoeken inderdaad. Dat was wel even lastig, omdat je wilt ook niet te dood zijn in je gezicht. Dus dat je helemaal geen mimiek meer hebt en niks voelt. Dus het was een soort van ja, tussenweg vinden in emotieloos zijn, maar nog wel toch dingen voelen en een soort van uitstraling in je gezicht hebben. Dus dat was wel een zoektocht. Maar op een gegeven moment, ja, ik hoop dat het goed gelukt is. Ja, dat was wel een zoektocht. Voor jij, Matthijs? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk niet echt een master in de films. Maar ik doe wel alsof. Maar ik had dus ietsje meer. Bij mij maakt het dan niet zoveel uit. Maar ik weet ook wel dat Yannick en Ella en al die andere meisjes en jongens die dan ook weer Hongaren waren, die niet op internationaal. Nou, maakt niet uit. Dat die ook wel. Ja, het was wel zoek inderdaad, wat Yannick zegt. Ja. Jij had ook. Heel lang, van het meisje met blonde haar. En wij zelf op een aantal jaar zo Nederland met zijn reis in Nederland. Hoe zouden jullie dan reageren? Wat zouden jullie doen? Zou je weggaan naar Nederland? Zou je wat zou jullie doen? Zou je zo'n instituut willen? Of een grote overheid? Ik zou daar niet mee eens zijn. En ik zou wel, ja, weet ik veel wat. Of weggaan naar Nederland of actie ondernemen. Ja. Nee. Een beetje in zomer, Matthijs. Ga je gang. Wacht. Kip. Ja. Beste Kim. We staan hier heel graag naast elkaar met twee mokken die we van jou hebben gekregen. Wat echt fantastisch is, wat ik niet had verwacht. Je hebt hier denk ik heel veel moeite voor gedaan. Ik vind het echt... fucking lief en fucking te gek ook. En ik heb ook dit gekregen bij jou. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Ik ben een beetje perplex. Ja, ik vind het ook echt super lief dat je de moeite hebt genomen om dit te maken. Die ik helemaal besteld heb, laten bedrukken en hier naartoe bent gekomen. En ga door met wat je aan het doen bent. Lekker vloggen, want volgens mij heb je een super toffe vlog. Je bent een leuke meid, dus blijf doen wat je doet. Zeker. Okay. Ja. Jongens, als jullie net hebben kunnen zien in mijn vlog. Matthijs en Yannick hebben dus een speciale boodschap ingesproken. Ik sta een heel klein beetje te freaken nu. Ik vind het super vet. Onderweg naar huis vanuit de première in de vliegtuig. Hey jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Het was echt een onwijs vette avond. Matthijs en Yannick waren zo lief. Echt niet normaal. Ik ga kijken of ik deze vlog ook op een of andere manier naar hun kan sturen. Dus ja, jongens. Nogmaals, super, super bedankt. En ja, jullie waren echt super awesome, super lief. De film was super cool. En ja, ik ben gewoon nog een beetje overdonderd dat, dat jullie zo lief waren. En ja, jullie waren gewoon echt... Ja, ik heb hier gewoon echt geen woorden voor. Ik ben zo blij. En ik ben ook heel erg blij met de foto. Super leuk. Beetje onscherp. Maar ja. Ik hoop dat jullie de bekers en jij Matthijs het boekje ook leuk vond. En vindt natuurlijk. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden.
En ook ik vond het super leuk. Ik ben aardig moe nu. Het is nu een uurtje of wat zal het zijn? 12 uur precies. Ik ben heel erg moe. Lange dag gehad vandaag. En ja. Bedankt jongens voor deze avond. En alle kijkers. Ik heb een onwijs leuke dag gehad. En ja. Ze hebben ook mijn boek gesigneerd. Bedankt voor trouwens daarvoor jongens. Als jullie mochten kijken. Super blij mee. Vooral met het verhaaltje van Matthijs. Super lief. En dan Yannick hier. Boy 7. Dus ja, Matthijs, jij was onwijs goed in deze film, echt. Ik had niet verwacht. Ik had de film eigenlijk best wel anders verwacht. Omdat ik me ja, op de een of andere manier heel erg vastklemde aan het verhaal van uit het boek. En ja, ik ben blij dat ik dat inderdaad toch gewoon los heb kunnen laten. Ik zat een paar weken van tevoren van ik moet echt niet met het verhaal van het boek in mijn hoofd blijven zitten. En gelukkig heb ik dat ook niet gedaan. Ik heb me laten verrassen en het is zeker een verrassing. Dat is supergoed. En ik ga hier ook zeker nog met een paar vrienden heen in de bios. En ja, bedankt voor deze meeting jongens. Heel erg bedankt. En ja jongens, nou ik ga nu lekker slapen. Ik ben heel erg moe. En heel erg blij. Ik denk niet dat ik nu misschien wel kan slapen. Want ik ben nog best wel hyper van vandaag. Dus ja. Ik hoop Matthijs en Yannick in meer films en dat soort series te zien en zo. Ze waren supergoed. En Matthijs is een fantastische acteur. En Yannick zeker ook. Dus ja, ik zal deze vlog echt gaan eindigen nu. Want ik kan nog uren doorlullen. Als jullie deze video leuk vonden jongens, give it a thumbs up. En ja, abonneer op mijn kanaal. Jullie weten hoe het gaat. Zet iets leuks in de comments. Ik praat altijd Engels jongens, mocht jullie dat niet weten. En ja, heel erg bedankt. En ja, ik zie al mijn kijkers morgen weer. Dus ja, good night. Tot morgen jongens. Boy 7, woe!